loindeu. Ah, wabidi loindeu. Ik ben vooral heel erg nieuwsgierig naar het eerste stuk van Xenakis. Dat is een stuk voor klein orkest en als je dat op cd beluistert, dan is het eigenlijk een en al chaos. Maar net als veel moderne klassieke muziek komt dat toch het best tot z'n recht in de concertzaal. En dit stuk heb ik nog nooit live gehoord, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken uitgevoerd door het ASCO Schoenberg Ensemble. En het celloconcert van Riem, dat belooft ook wel bijzonder te worden, want hij noemt het zelf verzoegen, dus ja, probeersel. En het is een bewerking van een ouder stuk, ook voor cello. En hij heeft er dus nu voor echt een celloconcert van gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij een toch in wezen traditionele vorm als een concert, hoe hij dat vorm gaat geven. En tot slot een heuse wereldpremière van Richard Ayers. Daar heb ik echt geen flauw idee, want zijn muziek die klinkt iedere keer anders. Dus dat kan vanmiddag een heel erg uitbundig stuk worden, maar dat kan ook juist een heel erg ingetogen stuk worden. Of juist een combinatie van beide. Dus dat wordt afwachten wat dat gaat worden. Maar het is voor mij absoluut thrill om hier vanmiddag te zijn. Zulke eminente orkesten. Het grootste opgezet, dus ik denk dat het zeer aan mij besteed is. En het werk van Wolfgang Riem, dat ook uit? Ja, Riem, dat ken ik ook. Dat ken ik weer via ander werk. Ik heb wel eens, geloof ik, in Paradiso een werk van Riem. Ja, dat is een heel geweldige, creatieve Duitse componist. Ja. Er komt ook een opera van hem. Daar wil ik me nog proberen binnen te vechten. Dat is belangrijk genoeg. Dat is zo'n beetje de belangrijkste Duitse componist. Maar niet omdat hij belangrijk is. Het is wel gewoon fantastisch om te horen. En ook. Ik vond het geweldig, fascinerend. Het is, er gaat de wereld voor je open. En ik vind dat je dit soort muziek alleen maar in een mooie zaal als deze kunt luisteren. Ja. Ik ga er dus geen cd van kopen. Misschien ook wel, maar dit is echt zo fantastisch. Ja, ja. Misschien werkt dat bij Xenakis ook niet ja, zo goed. Ja, precies. Het moet zo zijn. Het is met de meeste muziek zo, hoor. Als je het hoort en ziet uitvoeren, is het natuurlijk geweldig. Ja. En het celloconcert van Riem? Ja, prachtig. En vooral ook heel knap wat ze gedaan heeft. Ik vond het wel dat het tegen het eind toe spannender werd. Maar ja, okay. Ik heb er zeer van genoten. Ik vond het stuk van Xenakis heel verrassend. En, ik had al een hele tijd niks meer gehoord van Xenakis en wat ik me van hem kon herinneren waren erg lange, beetje zware stukken. En ik vond dit heel lichtvoetig en heel verrassend en humoristisch ook bij vlagen. Dus ik heb er erg van genoten. Bent u nou nog zenuwachtig voor zo'n wereldpremière? Ja, helemaal. Want het is geen schilderij, hè. Het is niet iets vast of zo. Het kan ook helemaal misgaan of iemand kan foute noten spelen of zo. Dus, ja. Maar dat gebeurde vandaag niet? Natuurlijk. Ja. Maar die heeft het publiek waarschijnlijk niet gehoord. Die was prima, ja. Elke uitvoering is anders. Soms is het meer groot en, wow, en soms is het meer, meer fijn of zo. Dat was, om mij heen zag ik een aantal mensen, een aantal passages ook een beetje gniffelen. Is dat ook uw bedoeling, dat het ook toch ook wel grappig moet zijn? Oh, net als leven. Ja, ik wil niet dat de humor of uit mijn muziek houdt. Het is een deel van mijn leven en het mag ook in mijn stukken zijn. Groot feest, hoor. Ja, daar stap ik graag voor op de fiets, kan ik je zeggen. Ik denk dat ik thuis alle cd's van Xenakis nou weg kan gooien, want ja, zo klinkt het thuis nooit meer. Het celloconcert van Riem, dat vond ik vooral heel erg verrassend, omdat dat eigenlijk voor een deel bijna traditioneel was. Ja, na de pauze was het eigenlijk één groot feest met een heel groot orkestwerk. Met veel grappen en rollen er ook in. Af en toe was het net alsof er een soort gemankeerde cha-cha-cha vocht met een ander deel van het orkest dat een wilde mars wilde gaan spelen.
strijkers die dan juist iets heel lieflijks wilden inzetten, maar daardoor opgejaagd werden door het pauken en dan in een soort stroomversnelling terecht kwamen, waardoor het af en toe bijna tekenfilmmuziek was. Dus ja, al met al een zeer afwisselend concert met drie totaal verschillende componisten, maar die alle drie wel moderne muziek maken. Die tegelijkertijd toch ook heel erg toegankelijk is en zeker niet alleen maar zwaar. Goedemiddag.